Voor de tweede keer werd het jeugdtoernooi tot 19 jaar georganiseerd door Almere City FC. Organisator Wouter Griekspoor wist opnieuw 8 prestigieuze teams naar Almere te halen. Nee, we hebben een Japanse club, Cerezo Osaka, Aberdeen voetbalclub uit Engeland, of Schotland moet ik zeggen. We hebben Standard Luik uit België. We hebben FC Utrecht, we hebben AZ Alkmaar, we hebben Almere City. En we hebben er nog eentje, en Parma Calcio uit Italië, sorry. Ja. Ja, ook voor mij is het een lang weekend geweest. Een lang weekend dus, waarin het niet alleen om het jeugdtoernooi draaide. Nou, we hebben dit jaar voor gekozen om er 3 hoofdonderdelen van te maken. En dus we hebben het internationale jeugdtoernooi als onderdeel, we hebben het e-sports verhaal als onderdeel en we hebben de skill games. En daarmee proberen we zo'n breed mogelijke doelgroep hier in Almere te bereiken. Vooral het e-sports toernooi viel in de smaak bij de bezoekers. Want veel jongeren kropen maar al te graag achter de spelcomputer. Ja, heel leuk. Het is een heel leuk event en ik denk dat heel veel mensen daar... Zullen we zeggen dat? Heel erg blij van worden en heel veel plezier in hebben. Ja. Hoeveel staat het op dit moment? 1-1 voor mij. Ja, het is toch wel anders dan zelf in het veld voetballen, dat je gewoon meedoet op de spelcomputer. Ja, dat klopt. In het echt is het natuurlijk wel leuker. Maar ja, dit is ook wel leuk. De finale van het voetbaltoernooi ging tussen AZ en het Japanse Cerezo Osaka. Het bleef lange tijd 0-0, maar in de slotfase wist AZ toch te scoren. En dus was AZ-aanvoerder Bram Franke een gelukkig man. Ik was hier vorig jaar ook al met AZ onder 19. Toen hebben we niet zo goed gepresteerd, maar dit jaar hebben we de prijs gewonnen. En, het voelt gewoon lekker om in de voorbereiding een lekker gevoel mee te nemen naar de competitie, want die begint volgende week. Vorig jaar was je hier ook. Wat voor een evenement is dit? Het is goed georganiseerd door de organisatie. Je merkt wel dat er echt aan gewerkt is. En, het is gewoon lekker om hier potjes te kunnen spelen, weer een minuut te maken in het nieuwe seizoen. Dus dat is mooi.